Yo guys, we zijn aangekomen in oktober, dus vandaag gaan we eens terugkijken naar wat ik heb gezien in september. En ik moet zeggen, ik heb het iets rustiger aangedaan. Ik heb geen 50 films gezien, ik heb geen 55 films gezien. Ik heb het veel rustiger aangepakt. Ik heb er 46 gezien. Dan moet ik wel toegeven dat er veel meer kortfilms bij zaten, dat ik het veel drukker had deze maand. En dat gaat waarschijnlijk komende maanden iets minder druk worden qua andere dingen. Maar ik zit nu met mijn vrienden kijken, wat ik heel erg leuk vind om te doen. Dus het kan zijn dat het deze maand ook weer wat lager gaat hangen. En dat zie je dan in november. Laten we gaan beginnen. En ik ben deze maand begonnen met Phineas and Ferb, de movie Candace Against the Universe. Een erg leuke film. Maar minder leuk als de eerste film en iets minder leuk als de serie. Dus hij voelde een klein beetje als een disappointment, maar hij was nog steeds immens goed. Dan heb ik gekeken naar Summerland, een heel erg leuk, heartfelt klein filmpje over een moeder of over een vrouw die eigenlijk best wat bitter is en ineens een zoon moet grootbrengen, even in het huis nemen. En dat zorgt voor heel veel problemen. De film valt mee in het begin, maar hij eindigt op zo'n geweldige manier. Mijn review moet nog online komen. Dan heb ik een animatiefilm gekeken over de Hulk, genaamd Hulk Where Monsters Dwell. Een Halloween film over de Hulk, dus op zich was het best wel leuk om te kijken. En hij had ook best wel een tof verhaal in zich. Het ging over Nightmare, en dat was heel interessant dat Nightmare normaal in Doctor Strange 2 gaat verschijnen. Toen waren de opnames voor Spider-Man Into the Spider-Verse en we weten allemaal hoe dat mijn vrienden en ik erover denken. Dan heb ik een Lego Marvel Superheroes film gekeken, genaamd Avengers Reassembled. Hij was... Don't get me wrong, hij was niet slecht, hij viel gewoon wel mee. Dan heb ik Hope Gap gezien, ook daarvan moet ik nog een review maken. Maar die film viel ook jammer genoeg wel mee in plaats van dat ik hem echt goed vond. Dan heb ik weer een Marvel Superhero film gekeken van Lego en deze ging over Black Panther en deze was gewoon kut. Maar toch ook ergens weer enjoyable. Dus het is vrij lastig. Dan heb ik Mulan gezien. En ik moet toegeven, deze was echt veel beter dan ik had verwacht. Dus Mulan, een must watch. Betaal er gewoon geen 30 euro voor. Dan heb ik een korte film gezien over Scrat van Ice Age. En ik moet zeggen, hij was niet slecht. Toen ben ik begonnen met mijn FC de Kampioenen rewatch. En ik heb als eerste gekeken naar FC de Kampioenen 1. Kampioen zijn blijft plezant. Geen goede film. FC de Kampioenen 2, Jubilee Generaal. Een heel goede film. Weer een Lego Marvel superheldenfilm, maar deze keer over The Guardians of the Galaxy. En ik moet zeggen, deze viel ook best wel tegen. Dan heb ik The Racer gezien, een soort van halve Vlaamse film met Louis Talpe. Ik weet eigenlijk even niet of er een review van online moet komen. Nee, die heb ik al gemaakt. Dus deze staat al online, kun je al kijken. Ik vond de film heel erg goed. Toen heb ik in de bioscoop Black Panther gezien. En dat deed ook heel veel pijn in mijn hart. Rest in peace Chadwick Boseman. Heel goede film. Toen waren de opnames voor mijn vrienden kijken Rocketman. Dus als je je goed kan herinneren, heeft Kevin gezegd in die video dat hij in Maastricht was. Ja, dat was met mij van Black Panther. Toen heb ik de derde FC de Kampioenenfilm gezien en die viel wel tegen, viel wel mee. Was niet slecht, was niet goed. Dan een kort film over Puss in Boots, want ik wil gewoon iedere dag een film kijken. En soms moet ik dan wel even een sacrifice maken met een kort film. Hij was oké. Hetzelfde had ik ook de dag erna. Toen heb ik een Shrek kort van gekeken en dat was het Far Far Away Idol. Was ook wel tegenvallend. Toen heb ik FC de Kampioenen 4 Viva Boma gezien. En hoi, hoi, hoi. Wat een rotfilm. Toen heb ik Magic Camp gezien omdat Disney Plus was gereleased. En ik moet zeggen, geweldige film. Echt enorm goed. Enorm leuk. Ik hield van deze film. Toen heb ik gekeken naar Chadwick Boseman A Tribute for a King. En ik moet eerlijk toegeven dat die documentaire mij best wel tegenviel. Het was een nice tribute, maar hij voelde heel commercieel en hij voelde heel gemaakt. Toen heb ik Antebellum gezien en ik moet toegeven voor een horrorfilm die zich afspeelt in de tijd dat zij zich afspeelt, vond ik hem best wel mediocre en vond ik hem best wel saai. Mijn review komt binnenkort online. Dan heb ik een Star Wars film gekeken van Phineas and Ferb en ik moet toegeven, deze was best wel leuk. Daarna ben ik onmiddellijk doorgegaan naar de bioscoop voor Quentin Tarantino The First Aid en ik moet zeggen, deze documentaire was geweldig. Een van de beste documentaires die ik in mijn leven heb gezien. Toen heb ik een kort film gekeken genaamd Marvel Studios Expanding the Universe, wat een beetje gaat over de toekomst van Marvel en Phase 4 en wat dat allemaal gaat geven nog voor de delays. Dus het was een beetje pijnlijk om alles te zien op zich. Maar op zich, het was wel een nice view en het was mooi geëdit. Toen heb ik gekeken naar The Devil All The Time en ik moet zeggen, dat was vrij lastig om te ranken, want het is nogal een film die best wel moeite heeft met blijven hangen en met een goed verhaal vormen. Maar als je het vormt, is het geweldig.
Toen heb ik gekeken naar The War with Grandpa en ik moet zeggen, deze film was hilarisch. Mijn review zou normaal gisteren online komen, is me niet gelukt, dus deze komt nog online volgende week. Maar hij is zeker de moeite waard. De film is ook zeker gaan kijken. Toen heb ik De Tweede Babysitter gezien en ik moet zeggen, de film viel op zich wel mee. Maar het was een heel goede film. Ik heb hem ook al gereviewd, dus ik vond hem vrij leuk om te kijken. En mijn god, die actrice, holy fuck. Toen keek ik The Secret Dare to Dream en ik moet deze nog reviewen, maar deze film viel best wel tegen. Dat kan ik nu wel zeggen. Ga hem niet kijken in de bioscoop. Ofwel, steun de bioscoop. Ga hem kijken! Toen heb ik ook nog eens een keertje gekeken naar Kid Bull, een van de mooiste kortfilms ooit gemaakt. En toen ben ik begonnen met mijn James Bond marathon, want ik moest namelijk tegen 11 november alle James Bond gezien hebben. Ja, dat is nu pas tegen 1 april geworden dat ik alle James Bond moet zien, dus dat is pijnlijk. Maar ik heb Dr. No gezien, ik moet zeggen, het was een vrij leuke film. Toen heb ik ook Deathstroke gezien, de film over Deathstroke, deze review moet ook nog online komen. Maar goed, die was niet slecht, dat was wel leuk. Dan heb ik een film in de bioscoop gezien genaamd Berlin Alexanderplatz, een Duitse film over een allochtone vluchteling, die best wel moeite heeft om in de maatschappij toegelaten te worden. En deze film was ook wel leuk. Toen was ik bij Kevin voor een marathon en hebben we samen naar Bill & Ted's Excellent Adventure gekeken. En het is de tweede keer dat ik deze nu heb gezien, maar hij was best wel leuk. Dan zijn we onmiddellijk even doorgegaan naar Kevin zijn huis voor Enola Holmes te kijken, omdat iemand anders even weg moest waarmee we in de marathon keken. En deze film was wel tof. Hij had beter kunnen zijn, maar hij was tof. Toen zag ik voor het eerst Bill & Ted's Bogus Journey en ik vond dit eigenlijk een van de beste films van deze maand die ik heb gezien. Deze was zo enorm grappig, zo enorm leuk gemaakt en zo enorm goed. Gevolgd door Bill & Ted's Face the Music en ik moet zeggen, deze film heeft met momenten wat zwakkere dingen in zich zitten als bijvoorbeeld Bill & Ted's Bogus Journey. Maar over het einde en over het algemeen is dit wel echt de beste film van Bill & Ted die er is. Toen zag ik een film genaamd Endless en ik moet zeggen, deze film heeft een heel erg leuk idee, maar een minder leuke uitwerking. Toen zag ik de tweede film van James Bond genaamd met From Russia With Love en ik moet zeggen, deze film was leuk, maar ik herinner me er geen kut meer van. Toen keek ik nog eens een iets kortere film genaamd Stitch the Movie en eigenlijk de derde film over Lilo en Stitch. Waarom ik de derde heb gekeken en niet de eerste twee, I don't know, maar de derde was op zich wel leuk. Toen zijn op de 26e september mijn vrienden en ik samengekomen voor Whiplash en we weten dat zij wat ervan vonden. Deze film was geweldig. Toen keek ik naar Secret Society of the Second Born Royals, een film die ik ook nog moet gaan reviewen, die komt vrijdag normaal online. Dus deze film was op zich best wel leuk. Het is een van de mindere superheldenfilms, het is een van de mindere Disney-films, maar wel een heel erg leuke film. Toen keek ik naar een animatiefilm over Avengers genaamd Frost Night en ik moet zeggen, deze was saai. Toen heb ik ook de derde film gezien van James Bond genaamd Goldfinger en ik moet zeggen, deze was wel heel erg leuk. Ik heb me enorm geamuseerd met deze film. Daarom volgde ik hem ook onmiddellijk op met Thunderball en oh shit, dat was kut. Dat waren de films die ik deze maand heb gezien. Hoeveel hebben jullie er gezien en welke hebben jullie gezien? Laat het weten in de comments er beneden. Ik zie jullie graag terug in de volgende video. Mensen, bedankt voor het kijken en bye bye.